Ik werkte Eind jaren negentig uh, werkte ik voor het blad. quote. Wie gaat het Koningshuis doen? Daar vind je toch niks over. Maar je hebt dus een oud-minister die zegt 100 miljoen, 15 jaar later. En dan is het ineens uh, 9 ton. Ja. Die gaan dus helemaal niet naar vluchten voor staatsbezoeken. Nee. Privé. Griekenland. Vluchten. Vooral. Heel veel Griekenland. Of wel uh -huh. een deel van die vergoeding. Ja, willen huis kopen. Dat heeft Willem-Alexander ook. Maar dat is, toch, dat is toch bizar. Je krijgt dus miljoenen, en ga je dat weer verkopen en dan steek je dat ja. in je zak van je onkosten? Ja. Maar dat is wat ze al, al twee eeuwen doen. Wat zijn nou de echte kosten van het Koningshuis en waarom is er altijd zoveel gedoe over? Ik ga het erover hebben met Philip Dreugen, schrijver, journalist en expert Koningshuisfinanciën, mag ik dat zo zeggen? De, de enige in Nederland, volgens mij, die zich er ooit echt uitgebreid mee Bezig heeft gehaald. Ja. ja, want als je in de media kijkt, nu.nl of RTL, of dan altijd ...Philip Dreugen komt weer terug om er wat over te vertellen. <laughs> ja, ja het, weer... is, het is tegelijkertijd mijn kruis. Iedere keer als iemand het erover wil hebben, komen ze automatisch bij mij terecht. Ja. Dus jullie ook? Ja, nee, uh, maar, 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 leuk, maar leuk hier te zijn. Nou, welkom. Leuk, leuk je. hier te hebben. Ja. Uh, want je hebt, je, je hebt bijvoorbeeld boeken erover geschreven, al wel een ja. tijdje geleden ja, geloof ik. Klopt. Uh, Oranje, kapitaal, uh, onder andere. Ja, klopt. Ja. Het kapitaal gaan we het zo meteen uh, nog hebben. Um, maar ik ben eerst wel even benieuwd, hoe komt je interesse in dit onderwerp? Waar komt dat vandaan? Het is eigenlijk bij mij begonnen met pure verbazing. Uh, je moet je voorstellen, ik werkte eind jaren negentig uh, werkte ik voor het blad Quote. Ik was freelance journalist, maar zij, zij huurde me geregeld in om uh, artikelen te schrijven. En altijd voor de Quote 500, de grote rijke lijst van Quote. En op een gegeven moment kwam er in een vergadering kwam er voorbij, wie gaat het Koningshuis doen? En iedereen die begon naar zijn schoenen te kijken, want het is, ja, niemand wilde dat, want... Best een leuk onderwerp, toch? Daar vind je toch niks over. Dat was altijd een beetje de communist opinie. En toen zei ik heel overmoedig, nou, dat doe ik dan wel. En ik ben me daarmee bezig gaan houden. En ik ontdekte ook daadwerkelijk dingen. Dus we hebben voor het eerst een serieuze schatting toen van het vermogen van de Oranjes kunnen maken. En uiteindelijk hebben we... De uh, Quote heeft daar groot mee uitgepakt toen met een, met een groot verhaal over ja, het, het oranje kapitaal, het oranje vermogen. En toen dacht ik, daar zit nog wel wat meer in. En daar is uiteindelijk het boek Het Oranje Kapitaal uit voortgekomen. Ja, leuk, gaan we het zo over hebben, over dat vermogen. Ik heb de wildste schattingen al voorbij zien komen. Van rijkste vrouw ja. tot de wereld. Tot, oh nou, ze zijn, Juliana is zo arm, dus ze moet geholpen worden ja. uh, door de overheid. Ja, ja, ja. nee, er zijn, er, er zijn een heleboel tegenstrijdige verhalen over. Dat klopt. En, en daar komt dus die verbazing bij mij vandaan. De, de verbazing dat we een miljardairsfamilie in Nederland ieder jaar nog miljoenen geven. Ze vrijstellen van allerlei belastingen. Uh, waar, waarom we dat in hemelsnaam doen. En die verbazing ja, houdt me nu al twintig 25 jaar uh, gaande. Nou, jou niet alleen, want altijd als er gedoe is over het koningshuis, dan gaat het vaak over geld. Ja. Uh, er zou zelfs een serie, tv-serie over gemaakt worden. Ja. Hoe weet je dat nou? Uh, dat moest geheim blijven. Heb ik in de wandelgangen <laughs> gehoord. Maar, ja, uh, niet, ging... niet, niet, niet van mij. Nee, uh, maar... die, de, de mensen die die serie wilden gemaakt, die kwamen inderdaad ook bij mij terecht. Uh, en we hadden een heel plan. Alleen het, het werd door de omroep die het moest gaan uitzenden toch als te riskant gezien met, met te veel kans dat mensen ja, dat, dat niet leuk zouden vinden dat we het over de centjes van de koning zouden hebben. Dat was ja, dat is toch nog steeds een heel gevoelig onderwerp. Ja, blijft de Achilleshiel een beetje van de Zeker, het is het de Achilleshiel. Ja, als mensen daar wat over horen, als ze weten hoeveel ze hebben, hoeveel ze krijgen, dan is er meestal bij de meeste mensen dezelfde reactie als bij mij ooit, verbazing. Ja. En gevolgd door van moet dat nou? Is dit nou een goed idee? Even voor de, de, de openheid, de transparantie, maar daar ja. zijn we wel van. Nou ja, ik ben voor een republiek. Ja. Uh, dat mogen duidelijk zijn, zelf ja. ben je ook republikein. Maar alles wat je nu gaat zeggen is te checken, is na te zien. Zeker. Is... Ja, nee, ik, 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 ik pak geen zoete broodjes. Uh, ik, ik bedoel, ik heb heel erg lang, heb ik mezelf heel erg op de vlakte gehouden. Omdat ik kom uit de journalistiek, dus het doet er niet toe wat ik vind. Het doet er toe wat ik vind aan informatie, aan wat ja. ik schrijf. Dus heel erg lang heb ik gezegd van nou nee, ik, ik doe daar geen uitspraken over. Alleen ja, uh, ondertussen ik kan het ook niet meer zo goed volhouden, want ik ben toch redelijk kritisch op dat koningshuis. Dus de logische conclusie is ja, van mij mogen ze ook uh, uh, de, de troon uh, verlaten. Ja, ja dat zijn ook altijd republikeinen die zeggen van heb het nou niet over het geld, want daar gaat het ja, niet juist, om, het is het principe. Juist, oh man, dit, tuurlijk, juist moet je het over dat geld hebben. Je zei zelf al, het is de achilleshiel. Als, kijk, een heleboel mensen vinden het Koningshuis grappig. Vinden het leuk wat het is. Ja, het is een traditie. En weet je, het, het, nou ja, dat, dat mag ook wel wat kosten natuurlijk. Maar als ze dan horen hoeveel het daadwerkelijk kost en hoeveel, er, hoeveel mensen er daadwerkelijk voor het uh, koninklijk huis werken. Uh, bijna 250 FTE's al. Dus het begint een klein ministerie te worden en allemaal al met een goudgerande cao. Ja, dan krijg je op een gegeven moment krijg je toch wel door dat als het dan een geintje is, het wel een heel duur geintje is. En dan slaan toch een hoop mensen als een blad aan een boom om. Uh, want een geintje mag nooit te veel kosten. Nou, wat daar vaak de tegenwerping op is, is. Nou, maar dan doe je toch een goedkoper koninklijke huis. Ja. Nou, daar gaan we het zo over hebben: van hoe werkt dat dan als de politiek daar eisen over heeft? Dus ja. de politiek gaan we naar kijken, het vermogen gaan we naar kijken. Maar laten we eerst gewoon even naar die kosten kijken. En gewoon op de manier waarop de meeste mensen dat zouden doen, googelen. En wat komt er dan bovenaan? De website van de RVD, koninklijkhuis.nl. <laughs> ja, ik heb hier een overzicht, wat je ook in, uh, ja. in beeld ziet, ja. uh, van de, de, de kosten van het Koningshuis. Kun je me hier op een eenvoudige wijze eens in meenemen wat we hier <laughs> zien? Ja, het grappige is dat je kan daar elk getal neerzetten dat je wil. Er staat nu 55,9, dat is dus in miljoenen in totaal. En dat gaat over functionele uitgaven, het gaat over dingen die worden doorbelast. Uh, personeel, een hele grote hap. Uh, nou ja, goed, de militaire dienst van het Koningshuis. Maar, alleen en dat, dat, dat personeel, dat heb ik al onderstreept, want dat snapte ik ja. niet zo goed. Ik zie bij de koning, hij krijgt 1,1 miljoen inkomen, belastingvrij, ja. dan krijgt hij ook 6 miljoen voor personeel, onder andere. Oké, nou, ja. fors maar oké. Okay. Alleen, dan lees ik verderop, personeel, dienst van het Koninklijke Huis, 21,5 miljoen. Dat, ja. Waarom is dat... Ge, ge, ja, om, ge... om, om, dit, om dit goed uit te leggen, moeten we eigenlijk even terug in de historie, als je, uh, als, ja. als je dat goed vindt. Laten we dat doen. Oké. Okay. Um, tot eind jaren zestig was het Koningshuis in Nederland was een soort ja, zelf, zelfvoorzienend uh, organisme. Daar kreeg, uh, die, die kregen een zak met geld ieder jaar van de overheid. Er was ook ieder jaar gesteggel over hoeveel ze kregen. En daarvan betaalden ze zelf alles: zowel hun eigen inkomsten, hè, dus het loon, zullen we maar zeggen, salaris van, van, de, van de, de koningin toen en uh, prins Bernard. Als uh, het personeel, het onderhoud, nou ja, al die dingen. Er is op een gegeven moment besloten, eind jaren 60, om dat uh, ja, beter aan te pakken. Om te zeggen: van wij als staat nemen nu al dat personeel in dienst. En wij kopen alle paleizen van de Oranjes, die kopen wij voor veel te hoge bedragen. En vervolgens mogen de Oranjes daar blijven wonen maar die hoeven daar niets voor te betalen. Maar ja. als de winterschilder bijvoorbeeld moet komen, en je kunt je voorstellen bij Paleis Hoofddijk is dat geen goedkope ja. klus, dan betaalt de staat die betaalt dat. Plus dus al die lakeien die er rondlopen en we geven dan een, een salaris aan de, aan de koninklijke hoofden en die kunnen dan daarvan van, van leven, die, en, en van sparen wat ze ook maar willen. Alleen, er was gelijk al een soort, um, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort, soort twistpuntje tussen Juliana en de politiek. Die zei: van, Ja, ik heb bepaalde mensen, en die wil ik toch zelf blijven betalen, omdat die heel dicht bij mij staan. Een kleedster, een secretaresse, een adviseur. Daar nou zeiden ze: Goed, dan hebben wij, behalve dat je dat salaris krijgt, geven we je ook nog een zak met geld voor al die mensen, maar de rest. He, zeg maar de mensen die je makkelijk ook kan kunnen inruilen voor, voor anderen als die weggaan. Dus de, de beveiliger de, komt de beveiliger, uit de algemene pot. De, de, de lakij, de kok, al die mensen worden uit de algemene pot betaald. Maar die aantal personen die heel dichtbij je staan, daar geven we je een zak met geld voor. Die regeling is toen aangenomen en het werkte ontzettend goed, want je had niet meer jaarlijks gesteggel. Dus de politiek die was heel erg tevreden en die hebben dat, gewoon, dat bedrag ieder jaar opgehoogd. Want met over de jaren 70, 80 heb je er minder over gehoord. Precies. Ja. Omdat er ook niet meer jaarlijks dat gedoe was. Het was alleen een berichtje van nou het inkomen van de koningin stijgt mee met de inflatie met de ambtenaren uh, salaris officieel. En dan kom je op een gegeven moment kom je op een bepaalde ja, bepaalde som ieder jaar en dat was meestal gewoon een soort hamerstuk. Alleen we weten ondertussen niet of die uh, 5,7 miljoen die zij krijgen voor die mensen die heel dichtbij ze staan of die mensen er überhaupt nog zijn. Er is er één waarvan we het weten, dat is de grootmeester. Die wordt inderdaad door de koning zelf betaald. Wat, Alleen, wat is een grootmeester? Ja, grootmeester is een soort hoofd van de, van de huishouding van de, van de koning. Die, die zorgt dat het paleis. Ja, maar die zal goed, geen 6 miljoen. Goed miljoen werkt. Die doet organisatorische dingen. Nee, die krijgt zeker niet die kleine 6 miljoen in zijn eentje. Ja, want voor de maar, duidelijkheid: de koning krijgt 6 miljoen voor zijn persoonlijke personeel. Maar dan krijgt maximaal ook bijna een miljoen. Ja. Beatrix 1,2. Ja, Beatrix uh, geeft het terug. Amalia, gaan we het zo over ja. hebben? Maar goed, wij weten dus ondertussen niet of die 6 miljoen wat een veel hoger bedrag is dan die 1,1 die hij krijgt als salaris. Of hij daar überhaupt uitgaven voor heeft. Ja, die, die grootmeester, maar ja, wat zal dat kosten? 1, 2 ton. En dan voor de rest staan er daar mensen op de loonlijst waarvan wij... Ik, ik, kan, ik heb ze nooit kunnen ontdekken wie daar verder nog werkt. En er hoeven geen bonnetjes ingeleverd te worden. Ja. Dat is ook iets dat toen eind jaren 60 is besloten. Is dat een probleem? Lamsam, Kom maar, hier. maar maar even. Nou ja, het is geld van jou en mij. Jij betaalt belasting, ik betaal belasting. En ja, dat, dat is geld van ons. En andere mensen krijgen het niet. Jij, uh, jij krijgt geen uh, kleine 6 miljoen per nee. jaar om mensen in persoonlijke dienst te nemen. Nee. Dus dat. Nou heb jij natuurlijk ook een andere functie. Maar het, 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 er zit een soort grote ongelijkheid in. Zelfs mensen die hele belangrijke functies hebben in Nederland, die krijgen dit niet. Het is gereserveerd voor één huishouden, namelijk dat van de koning. Want. Uh... Alle dingen die ze uh, verder nodig hebben, dat zit dus in die 21 miljoen. Dat zijn Precies, allerlei ja. functies die ze echt nodig hebben als staatshoofd. Als... Ah ja, de kok die moet s'avonds gegeten worden. Uh, dat eten wordt overigens ook door de belastingbetaler betaald. Uh, dit, het gaat ook uit de grote pot, maar de, de kok die het klaarmaakt, de persoon die het opdient, degene die het afvast, die zijn allemaal in dienst van, ja, van de staat. Dus uh, ook van jou en mij. Wat betaalt de koning eigenlijk uit zijn persoonlijke inkomen? Wat bedoel je, wat betaalt hij nou, belasting? Als, nee, ik bedoel als, als je huis, je, je, je ja, kleding, niets, je, je eten. je Het paleis alles. is van de staat, dus daar hoeft hij niks voor te betalen. Kijk, alle dingen waar jij en ik heel veel geld voor kwijt zijn huur of hypotheek, uh, vervoer bijvoorbeeld. Nee, als je ergens heen moet, dat zijn, dat zijn dure dingen in je leven. Uh, verzekeringen bijvoorbeeld ook. Het zijn allemaal dingen die de koning niet heeft. Hij hoeft dat huis hoeft hij niet te betalen, hij heeft zijn auto's niet zelf te betalen, hij heeft zelfs zijn vliegtuigen niet zelf, zelf te betalen als hij ziek wordt. Er is geen ziekenhuis die hem een rekening stuurt, dus uh, het zou me verbazen als hij een zorgverzekering heeft. Dus dat zijn allemaal besparingen die hij heeft vanwege zijn, vanwege zijn functie. Het is echt laughing all the way to the bank hoor dit. Ja. Ja. Um... Allemaal dankzij dat ene moment eind jaren 60 dat de politiek genoeg had van het gestegel en het gedoe en dacht van. Ja. Mooie goudgerande regeling. Nou zijn we maar, er vanaf. Nou zijn we er vanaf. Van het ja. en, en dat klopt. En het werkt. Ja. Want jij verbaast je er nu over. Dat komt omdat er niet ieder jaar over, uh, over nou, gediscussieerd wordt. Daar gaan we het zo nog over hebben. Heel veel mensen... We hebben een filmpje verspreid op, uh, op socials over een aantal van die, uh, van die kosten. Heel veel mensen ja. geloven het zelfs niet als je <laughs> het voor de eerste keer dat vertelt. Dat ken ik dat fenomeen, ja. Ja? Kom je dat wel ja. zeggen. Ja, 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 zeker. Ja, nee, maar ik bedoel... Kijk, in, in de afgelopen... Nou, wat is het tweede decennia dat ik me hiermee bezig heb gehouden? Is er altijd eerst dat moment van verbazing. Dan is de tweede opmerking: een president is ook heel duur. En de derde opmerking is altijd: ja, maar ze leveren de Nederlandse staat ook heel veel op. Ja, dus, nou, gaan is, we dus dat het een investering, investering zou zijn. En, en met dat, dat ongeloof dat kom ik dus ook wel tegen. Ja, nee, ja. er zijn veel mensen die zeggen van: nee, nee, dat, ja, dat is allemaal boekhoudkundig. Nee. Dat is ook iets dat je, dit is allemaal boekhouden. Gedeeltelijk klopt dat wel, maar het gaat wel om echte euro's. Ja. Nee, en veel dingen zijn ook gewoon makkelijk op te zoeken, want de verborgen Tuurlijk. kosten kunnen we het nog over hebben, Tuurlijk. maar dingen die gewoon op de en, begroting en, staan. En, en, die, en die 55 miljoen die hier had staan, uh, kijk, je kan hier dus ook mee spelen. Hè? Wat reken je toe aan het Koningshuis en, ja. en wat niet? Nou, we beginnen, want je hebt 56 miljoen is het officieel, maar ja. dan is er zijn, staan er wel andere kosten, zoals het onderhoud van de boot van Beatrix. Die, die zijn dan weer geen kosten van het Koningshuis. Maar die staan dan weer ergens anders. Ja, en de ene bewaker die staat wel op de rekening, en de andere bewaker niet. Uh, dus het is, het, weet je, het, is, het is ook dit: je kan maar, er ook van maken wat je wil. En het is wat dat betreft ook inderdaad slim boekhouden. Maar dit is heel zuinig boekhouden. Dit is heel veel dingen niet toeschrijven aan het Koningshuis. En tot ondertussen wel gewoon betalen, want ja, de, de, de rekeningen moeten wel betaald worden. Laten we even naar een van de dingen gaan die uh, laatst in het nieuws is geweest. Ja. Uh, Amalia, die uh, zei toen ze ging studeren van, nou, ik, uh, ik hoef mijn uh, uh, vergoeding nog even niet. Ja. Nou, veel lof en applaus. Nu heeft ze inmiddels gezegd, nou, ik wil, ik wil toch uh -huh. wel een deel van die vergoeding. Ja. Uh, namelijk uh, de B-component. Ze wil ja. 1,5 miljoen van de 1,8 miljoen. Uh, dus een soort van de onkostenvergoeding wil ze, uh, wil ze toch gebruiken. Onder andere, en dat viel mij op... Uh, reserveringen voor een woon- uh, en werkverblijf. Ja, ja. Wat, wat... Ze wil een huis kopen. Maar ze krijgt toch een huis? Ja, maar ze wil eventueel als ze op een gegeven moment uh, iets ziet waarvan ze denkt: hé, hey, dat vind ik leuk, dat wil ze dat, wil ze dat kunnen. Dat heeft Willem-Alexander ook gedaan. Oh, ja? En dat is, ja, de heeft uiteindelijk. Uit, in Den Haag heeft hij een hele aardige pié-à-terre... Uh, vlakbij waar hij uh, nu zit, waar zijn werkpaleis is, heeft hij een hele aardige pié-à-terre gekocht. Dus hij en, van zijn onkostenvergoeding heeft hij een. Een huis, huis een huis gekocht, ja, ja hij, hij, heeft, een... hij heeft overigens nooit afgezien ervan, dus hij had de hele SWIK, de hele dus hij kon dat makkelijk doen. En toen hij dat deed, zei de premier, was dat kok toen? Was het nog Lumbers? Die zei: van, Ja, kijk, dan krijgen ze dat geld, dan kunnen ze een huisje kopen. Ja. En toen die in het paleis ging wonen als koning, heeft hij dat weer verkocht, teruggegeven aan, aan de belastingbetaler. Nou, nee, niet nee. Oh, dacht je dat? Of ze nee, Kijk, het is nee, het hou... hebben is houden en je, 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 je laat niets oranjes, laat ik het anders zeggen, laten niets aan zich voorbij gaan. Behalve Amalia, slimme meid die weet hoe belangrijk geld is. Daarom heeft zij ook gezegd van ik hoef dat geld voorlopig even niet. En ook nu zegt ze ik hoef dat salaris niet. Nee, nee. doe mij maar de B-componenten de onkostenvergoeding. Dat lijkt heel sympathiek. Ja. Maar als je geen onkosten hebt, dan steek je dat gewoon in je eigen zak, want je hoeft de bonnetjes niet in te leveren. Dus die gaat dat vanaf 1 januari gaan ze dat krijgen. En daar kan ze van, van sparen, van reizen. Ze kan daar uiteindelijk een huis van kopen. Ze kan misschien iemand inhuren daarvoor, die weet ik veel correspondentie doet. Dat doen nu nog de mensen die voor haar ouders werken. Maar uiteindelijk kan ze ervoor kiezen zelf iemand daarvoor in dienst te nemen. En dan, nou ja, ja, dan, dan bouw je zo langzamerhand bouw je dat eigen koninkrijkje op. En dat is wat ze, wat ze met dat geld kan gaan doen. En dat, en dat ja, een mooi huisje kopen. En maar is toch, dat is toch bizar dat je, je krijgt dus miljoenen. En dan ga je ja. een heel duur huis kopen. En dan ga je dat weer verkopen. En dan zeker dat ja. in je zak van je onkosten ja. ja, maar dat is, dat is, dat is dat, wat ze al, al twee eeuwen doen. Maar Dit geloven mensen dus niet. Nee, maar dit is. Kijk, je kan. Ga naar Delver, het grote krantenarchief en kijk eens naar artikelen uit de jaren 50 en 60 bijvoorbeeld over de Oranjes. En dan zie je bijvoorbeeld dat ze op het ene moment gigantisch klagen over we zijn zo arm en we hebben zo weinig geld. Bernard en Juliana hebben ooit in een interview gezegd ja toen we terugkwamen uit Ballingschap toen bleken zelfs de spaarbankboekjes van onze prinsessen die bleken te zijn gestolen door de Duitsers. Dus de, ze impliceren ermee dat geld dat is weg spaarbankboekjes voor de Oranjes. A. Al oh gekkigheid. B. Oké, okay, je bent hem kwijt. Je kan altijd een duplicaat krijgen bij de bank. Uh, de, 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 grote onzin. Maar heel Nederland kreeg dat gevoerd: van we zijn zo arm en het gaat zo slecht. Ondertussen lieten ze een miljoenen bouwen in Italië. En Bernard die kocht een jacht. Kijk, dat zag je allemaal niet. Dus het, het, het idee is ook nog steeds dat die Oranjes zielig zijn arm zijn, dat ze helemaal niet zoveel hebben, dat ze ook enorme onkosten hebben en dat ze daarvoor ja, van ons wat geld moeten hebben om dat goed te doen. Maar de, de werkelijkheid is, dat was allemaal een PR-stunt toen, om te zorgen dat ze meer geld kregen, wat dus eind jaren 60 en jaren 70 is gebeurd, uh, en, de, dat ze, en dat ze minder zelf hoefden te betalen. Ja, toch heb ik het gevoel dat daar echt wel wat is veranderd in hoe het publiek ermee omgaat sinds die tijd. Ja. Laten we het daar zo ja, we zijn over minder, hebben. We zijn minder naïef geworden, ja. Nog één, één onkosten die ik echt, die ik bijna niet kon geloven. En die ja. heel veel mensen die ons volgen ook gewoon niet geloven. Ja. Uh, als je, als je dat, dat zegt, dan zeggen mensen nee, dat is onzin. Uh, er staat dus, we gaan even terug naar het overzicht. Dan staat ja. er luchtvaartuigen, 900.000. Dan denk ik, nou oké, okay, veel. Maar ja, goed, koning moet natuurlijk op staatsbezoek. Vliegen is duur. Vliegen is duur ja. en zo. Ja. Alleen, dan lees ik hier... 9 ton, ja. die gaan dus helemaal niet naar, uh, naar vluchten voor staatsbezoeken. Dat is voor nee, nee, nee. privé. Griekenland. Vluchten. Vooral. Heel veel Griekenland. Ja, heel veel Spanje overigens ook. Ja, nee, maar goed, dit is, dit is ook typisch zo'n zo zo hele ruime regeling die dan wordt opgetuigd om maar geen gedoe te hebben. Maar als je, een, als je meer dan een miljard hebt, ja. dan heb je toch geen 9 ton per jaar van de belastingbetaler nodig om op vakantie te gaan? Je zou zeggen dat dat misschien vanuit Willem-Alexander zelf bijvoorbeeld ook eens zou komen. Dat hij zegt van, nou weet je, ik huur dit jaar gewoon zelf een vliegtuig in. Op eigen kosten, want ik ben zo rijk en hè, als een gebaar van goede wil. Maar dat doet hij ook niet. Nee, hij gaat gewoon met het regeringsvliegtuig en het wordt allemaal voor hem betaald. Tot de winegums aan toe die je krijgt als je erin zit. Maar ah, ik, heb ik heb kan het er bijna niet... Is... Dit, is, dit staat vast, dit is geen gerucht of een dat Nee, nee, dit staat vast. Die de 9 staat, ton voor privévluchten. Er staat. staat in de wet ergens iets in de trant van: uh, elke reis die de koning onderneemt, wordt geacht in het landsbelang te zijn. Dus zelfs als, uh, noem maar eens wat, op een gegeven moment uh, Constantijn ging trouwen. Toen hebben ze een vrijgezellenfeest georganiseerd. Daarvoor zijn ze naar Oostenrijk gevlogen. Toen nog met de PHKBX, de voorloper van dit ding, de, de, het oude fokketje, gevlogen door Willem-Alexander. Allemaal vrienden van die jongens aan boord, aan holadier, hola lands, landsbelang. Heb, hebben een paar dagen daar doorgebracht, uh, flink ingenomen, weer in dat vliegtuig, weer terug. En dat is allemaal door de belastingbetaler betaald. Uh, ja, en niet, want je zou kunnen zeggen, dat kan misschien ook uit zijn inkomen of zijn vermogen. Nee, 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 dit wordt, dit, nee, nee het wordt geacht in het landsbelang te zijn. Ja. Want Willem-Alexander was mee en, en... En, en die is dan de, he, de, degene om wie het draait. He, want dat was dan de aanstaande koning toen nog. Dus landsbelang. En als Willem Alexander niet meegaat, als Maxima gaat uh, shoppen in Madrid of zo, ja, ook landsbelang. En je kan en jij denkt dat je nu een geintje maakt, maar er zijn aanwijzingen dat ze dat daadwerkelijk heeft gedaan. Madrid ook nog, dat heb je helemaal goed gefeliciteerd. Wauw. Ik, weet je, ik. De Oranje zit veel in Spanje ook tegenwoordig, hè? Want, want, want Amalia die zit daar, dus dan gaan ze daar nu dan gaan ze daarheen, en ze zijn heel goed met het Spaanse koningshuis, dus er wordt erheen gevlogen. Ja, aan de ene kant ik. Dit is belachelijk. We moeten ermee ja. stoppen. Maar ik vind het ergens ook <laughs> wel grappig. Dat het, het is zo schofterig. Het, het... Het, het is heerlijk schaamteloos. En dat is. Uh, maar dat is echt. Als lange ik me hiermee bezighoud. Dat is die verbazing waar ik, het, waar ik het over heb. Dat is waardoor ik. De, de, kijk, als het een, een, een plat verhaal is. dan was ik al lang geleden. was mijn belangstelling ervoor verdwenen. Alleen het is juist omdat het zo'n enorme. ja, het is zo, zo schaamteloos is. En, en, ik, en ik me erover verbaasd dat we dit normaal vinden. Dat is wat, wat mij ook drijft om hiermee bezig te blijven houden. Nou, ik, uh, wat ik ook zo gek vind, en wat me een beetje doet denken aan wat je net zei over de, uh, in, de, in, de, in de jaren 50 en 60 mm -hmm. uh, werd echt nog uh, gezegd van oh, we zijn zo arm, het is zo moeilijk. Ja. En dat werd geloofd, ja. maar ik. Doe dit werk bij Republiek nu 7, 8 jaar. Ja. En ik, ik vind het belachelijk hoeveel financiële schandaaltjes ik in die tijd al voorbij heb zien komen. Ja. Ik heb hier een selectie op, op, op beeld. Uh, on, dus die, 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 die vergoeding is best ruim. Daar, daar zijn we het al over eens. Maar ondanks dat zijn er toch nog steeds weer schandaaltjes. Hoe komt dat? Ja, omdat ze de, niet een soort natuurlijke terughoudendheid hebben als het om geld gaat. Kijk, als het om jou en mij zou gaan, zouden we waarschijnlijk nou, ik had, gaf net dat voorbeeld van dat vliegen, dan zouden we zeggen, weet je, dit is naar een vakantiewoning in, in Griekenland. Dit is naar uh, een, een vriendje in, in Madrid. Dit is naar, uh, weet ik veel, familie in Duitsland. We nemen wel gewoon zelf het, het vliegtuig. We betalen dat ook gewoon zelf. Die, die natuurlijke terughoudendheid ontbreekt. En dat komt omdat ze altijd alles gratis hebben gekregen. Dus je gaat ervan uit dat alles gratis is. En als er op een gegeven moment een, een mogelijkheid bestaat... om ergens nog wat winst te pakken, zullen ze dat ook niet nalaten. Want ook dat is, behoort eigenlijk ja, tot de hoeksteen van het Oranjehuis. Steeds proberen dat grootst mogelijke voordeel ergens uit te halen. En dat levert nu en dan levert dat dan schandaaltjes op. En, die, en, die, en dan weg is het schandaaltje weer. Is het niet? Want dan ga ik het ook even opnemen voor de koninklijke familie. Want ze ja. kunnen zich niet verdedigen. Nee, nee, doe vooral. Um, um, ben ik helemaal voor. Nou... Is het natuurlijk ook niet zo dat er gewoon hè, story, privé, uh, hitserige media. dat mensen heel erg op zoek zijn naar schandaaltjes. En dat het misschien ja. gewoon niet altijd zo is als je het over paleismeubels hebt. of over het oh, ja, meubels, of ja, die... over Dat dat misschien ja. een beetje opgeklopt is allemaal. Ja, maar natuurlijk zoeken journalisten naar schandaaltjes. Alleen het gemak waarmee die te vinden zijn, is iedere keer ook weer verbazingwekkend. Toen ik, ik begon dit verhaal over. toen ik bij quote zat en, uh, ging, en ging graven, was het eigenlijk voor mij verbazingwekkend hoe makkelijk ik dingen kon vinden. en hoeveel. Ja, net onder de oppervlakte hoeveel dingen er aan het, aan het broeien waren. En, en, en subsidie aanvragen voor een duiventil die gerestaureerd moet worden. En allemaal van dat soort. Ja, ja dan, dan heb je dus een miljard op de bank. En dan vraag je dus 50.000 euro aan om een duiventil te restaureren. Dat is restaureren. Dan nog een klein bier, maar afgelopen nee, jaren nee, ging nee. het over uh, uh, de 5 miljoen voor het onderhoud van een, van een bos. Wat dan ja. een, een openstellingssubsidie heet het. Ja. Alleen. Koningsluit bos drie maanden per jaar ja. af om te jagen. En ja. toch wil je die vijf miljoen. Ja, komt het op tv en iedereen die doet hey. En dan vervolgens uh, pietert het weer weg en dan gaat het gewoon door. Welkom in mijn wereld. Ja, ja wauw. <laughs> maar er is, er is natuurlijk wel, uh, er is wel wat veranderd. Dat vind, vind ik, heb ik het idee tenminste, dat er meer aandacht voor is. Ja, alleen de, de grote vraag is: verandert dat ook maar iets? En ik heb, dat idee heb ik eigenlijk niet. Oh jee. Nee. We gaan de treurige conclusies gaan we op het einde van het <laughs> gesprek nog verder. De, verder ah, doen. Ja, goed. Je, 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 kan, je, je kan zeggen, kijk, een koningshuis kost geld. Dus als je een koningshuis hebt, je vindt het leuk, dan moet je het accepteren dat dat geld. Kijk, de koning kan niet in een, in een Opel Safira uh, voorrijden. Ja, kadetten. Dus nee, een, dat is helemaal hele, ja. Of, of, of in, in, in een theotaartje. Daar moet je een mooie auto voor hebben. Hij kan niet in een woning zitten. Daar moet je een mooi paleis voor hebben. Dus het zijn allemaal dingen die kosten geld. En als je zegt van we zijn een monarchie en daar zijn we trots op. En het brengt het geeft ons continuïteit en het geeft ons traditie. Dan hangt een prijskaartje aan. Ja, dat, dat ben ik met je eens. Alleen. Hoe hoog dat prijskaartje is, ja, daar, daar kunnen we dan nog wel weer wat over zeggen. Nou, daarover gesproken. Het ja. gekke is dus dat je nu op de site van het Koninklijk Huis ziet: 56 of 73 miljoen. Ja. er vanaf hoe je het berekent. Ja. Maar in de jaren 0 heeft oud-minister Gerrit Salm al onderzoek gedaan. En professor van de Universiteit van Tilburg. En die kwamen op 100, 110 miljoen uit. Ja. Hoe ja. zit dat? Waarbij vooral Gerrit Salm natuurlijk belangrijk is. Niet was minister van Financiën, dus die zag het. Die kon gewoon de boeken openslaan en die zag het. En die kwam inderdaad op een bedrag gemiddeld rond de 100 miljoen euro per jaar. Het was een tijd van ineens grote openheid onder balkenende. Verbazingwekkend balkenende. Maar je, die had natuurlijk heel veel gesteggel met de Oranjes. Met Willem-Alexander, met uh, de vader van Maxima. Met het uh, gangsterliefje. Nou, je, de, al, die, al die toestanden had je in die tijd. En op een gegeven moment merkte je, had hij er ook wel genoeg van. En gaf hij ook een beetje. Kwamen er ineens allemaal dingen erbij waarvan ik toen ook zei: van... hé, hey, opmerkelijk dat je, dat je dat ineens aan de openbaarheid prijs geeft. Gerrit Salm, echt uh, liberaal wat dat betreft, ook, gaf ook openheid over de kosten van het Koningshuis. Dat bleek inderdaad rond de 100 miljoen te zijn per jaar. Dat is, dat, dat is die vraag: van wat reken je allemaal aan dat Koningshuis? Stel je hebt een bewaker, uh, iemand van de DKDB. En die bewaakt de koning, maar die bewaakt ook wel eens een keer uh, diplomaten, buitenlandse diplomaten. Of die gaat mee met uh, de premier als hij op het staatsbezoek gaat om als bescherming. Reken je die bewaker dan toe aan het Koningshuis of niet? Nou, nou als, als, je, als je hem in ieder geval gedeeltelijk erin stopt. En dit is maar even een heel klein voorbeeld. Als je hem gedeeltelijk in die pot van het Koninklijk Huis stopt. Hè, laten we zeggen dat hij 60% van zijn tijd werkt, die daarvoor dan doe je. Die 60% van zijn loon doe je in die pot. Als je dat met al die mensen doet en al die onkosten, dan kom je op die 100 miljoen. Als je zegt: nee, die bewaker, die hebben we sowieso. Die halen we uit het Koningshuis en die stoppen we gewoon in de algemene middelen. Dan kom je op rond de 50 miljoen. Dus, dus zoveel scheelt dat. Maar ja, ik heb, ben geen financieel expert. Maar heeft Gerrit Salm nou gewoon veel te ruim alles berekend? Nee, ik of? vind dat Gerrit Salm groot gelijk heeft. Want? Nou ja, omdat hij, die bewaker, die anders die 60% van zijn tijd, jij ja, misschien werkloos zou zijn. Die stopte hij in dat koningshuis. Hij zei van, jij werkt voor het koningshuis. Jij kost geld. Dus dat is een kostenpost. Maar dat is gek. Je hebt dus een minister van Financiën... of oud-minister mm -hmm. van Financiën... die op 100... of hier staat in de kop 110... maar ik geloof je, als je 100 zegt... Per jaar was het gemiddeld zo rond de 100. Het is overigens ook uh, toen één jaar... Uh, meer dan 200 miljoen geweest. Dat was het zilveren jubileum van Beatrix. Heel veel kosten. Moet ook gebeuren. Ja. Um, maar je hebt dus een oud-minister die zegt... 100 miljoen. Ja. En nu zijn we 15 jaar later. Ja. En dan is het ineens. Uh, de, helft. Uh, de helft. Ja. Ondanks alle inflatie. Ja. Hoe komt dat? Nou ja, net wat ik zeg. Het is, het is creatief boekhouden. Het is wat je erin wil stoppen, dat stop je erin. En als je het bedrag wil drukken, omdat je denkt van ja, dat, dat staat beter. dan haal je een heleboel dingen, die haal je daaruit. En die, die gooi je naar algemene middelen en dan zeg je: nee, Koningshuis, nee hoor. Dus, uh, van andere van de, andere de, zaken. De Rijksvoorlichtingsdienst is toch een, een voorlichtingsdienst die neutraal en onafhankelijk ja. namens de burger voorlichting geeft en niemands belang verder vertegenwoordigt? Ja, ja. ja dat is een leuke. Ja, ja nee. Het, het, is, het, het zijn geen leugens, het is, het is creativiteit. Ja. Het, is pro, het is proberen, het is public relations, het is geen voorlichtingsdienst, het is een public relations dienst. Die je ook mensen op de zwarte lijst zet als die onwelgevallige dingen over het Koningshuis schrijven. Oh jee, sta je op de zwarte lijst? Ik, ik, ik heb er ooit op gestaan. Ik weet niet of die. Dat was een tijd geleden. Uh, die journalisten die bijvoorbeeld zich niet aan de mediacode houden. die mogen dan ineens niet meer bij zo'n fotomoment zijn. op het strand of op de sneeuwpiste. Nee, wordt, die, 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 die sturen enorm. Die hebben heel erg veel behoefte om dat Koningshuis zo positief mogelijk. Uh, in, in, in de media te brengen. En als je daar ja, van afwijkt, ja, dan word je gestraft. Je dat hebt, overigens, uh, dat van die zwarte lijst ja. kan ik staven. Ik heb namelijk de brief uh, die ooit iemand heeft gehad van het hoofd van de RVD, dat, uh, dat ze maar niet meer met mij moesten werken, omdat ik uh, stout was. Die kan ik, die kan ik zo publiceren als ik zou willen. Waarom doe je dat niet? Oh, Ik heb het, ik heb het wel eens een keer gedaan, maar... Ik weet niet, misschien is nog wel ergens te vinden. Oh, nou, we zijn, uh, we zijn benieuwd. Sorry, ga. ga um, kijk, wat, wat ook altijd met die kosten een beetje te maken heeft, is het vermogen en uh, wat voor belastingen worden daar dan over ja. betaald. Nou, heb je twintig jaar geleden daar een uh, boek over geschreven, Het Oranje Kapitaal? Ja. Um, als eerste ben ik benieuwd hoe pak je dat eigenlijk aan? Zo'n vermogen van zo'n familieberekening. Uh, ja. Kijk, toen ik bij kwart zat, hield ik me heel erg bezig. Wat hebben ze nu? En daar kreeg ik wel wat informatie over los. Alleen wat ze nu hebben, kan niet los worden gezien van de twee eeuwen lang Koningshuis sinds 1813 in Nederland. Dus ik heb besloten om helemaal terug te keren tot dat moment, 1813, eh, dat Koning Willem I. die begint in Nederland en die begint de Koning Koopman. en die begint te bouwen, niet alleen naar Nederland, maar ook aan zijn eigen vermogen. En ik heb aan de hand van historische bronnen heb ik dat, dat, dat vermogen heb ik gevolgd in die twee eeuwen. En er zijn een aantal momenten, dan is er ineens door, door toeval of doordat er wat gebeurt, is er grote openheid. Uh, bijvoorbeeld het testament van Willem III is te vinden in het, uh, in het archief. Uh, de Duitsers hebben op een gegeven moment. Alle spullen van de oranje's die ze nog konden vinden, hebben ze in beslag genomen. Dus alle papieren over wat ze bezaten. Dus oh, we hebben ook de, een soort... spaarbankboekjes. de spaarbankboekjes ja. stonden er niet tussen trouw, trouwens. Um, de vraag is of ze alles hadden, maar ze hadden wel heel veel. Dus er is op dat moment ook een soort onderzoek gedaan door de Duitsers, door de nazi's. Van wat hebben die oranje's? Want die wilden dat. Jatten. Ja, kort gezegd. Dus weer een momentopname van wat ze op dat moment hadden. Vervolgens. Uh, ja, Kun je naar dat moment eind jaren 60 gaan waarop ze die hele gunstige regeling krijgen? En kun je verder gaan rekenen met wat voor onkost hebben ze daadwerkelijk? Wat, wat voor inkomsten hebben ze bijvoorbeeld omdat ze al die paleizen hebben verkocht aan de staat? Als je dat wegzet tegen een heel normaal rendement van een paar procent, hoeveel is dat dan nu waard? En dan krijg je op een gegeven moment krijg je door dat dat, 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 ja, dat vermogen enorm is aangejongd is natuurlijk de vraag, uh, nou, voor we naar het bedrag gaan, kwam je gekke dingen tegen terwijl je dat aan het uh, onderzoeken was? Ja, ja zeker. Uh, dat uh, de, de Oranjes ook op heel veel momenten best wel veel geld hebben verloren. Uh, er is door Willem II is er gewoon ook geld vergokt. Die ging naar het casino in Spa en die zette dan een, uh, een schilderij van, nou ja, dat zal toen een paar ton zijn geweest, nu misschien meer dan 10 miljoen euro. Zetten die gewoon in van: ja, balletje valt op brood, Nou, viel balletje op zwart. Uh, wegschilderij. En, en er werd heel veel met schuldpapieren gewerkt. Uh, Hendrik, de man van Wilhelmina, heeft heel veel geld over de balk gegooid. Maar je ziet dat vooral na 45, nadat ze terugkomen, dat er heel professioneel wordt omgegaan met het beheer van dat geld. Dat er echt een sprake is ook van. Uh, tegelijkertijd een campagne van: we zijn zo arm. Uh, als een, uh, het, het professionaliseren van het, van het beleggen, van het uh, zorgen dat er zo hoog mogelijk rendement uit voortkomt. Wie of wat de drijvende kracht erachter is om dat professioneler aan te pakken? Uh, een van de mensen die daarvoor zijn gebruikt is een voormalig premier, Beel. Die heeft op een gegeven moment, uh, dat was ook uh, iemand die daar veel verstand van had, die heeft dat ter hand genomen en die heeft de Oranjes bij de hand genomen. En die is dat echt op een, op een professionele manier gaan doen. En je ziet sporen van dat vermogen vanaf dat moment ook lopen richting een aantal privébanken naar Londen, waar veel wordt belegd. Londen nog steeds een van de favoriete bestemmingen van de Oranjes voor hun geld, omdat daar zulke goede bankiers zitten. Uh, en en dan, ja, dan, dan wordt het ook op een gegeven moment wat moeilijker om te zien wat ze precies hebben. Omdat er, ja, er worden geen uitspraken meer over gedaan. Maar dat professionalisme hoort ook het afdekken, het wegstoppen van geld in trust. In trust, Waar je helemaal nooit wat van, van merkt. Dat is helemaal stil. Dus dan, ja, op, op dat moment wordt het steeds moeilijker. Maar het gevoel is ook. Uh, het, het wordt de, de mensen al steeds hoger worden. Zit er bij dat vermogen. Uh, zit, heb je eigenlijk ook kunnen ontdekken. of er fout vermogen bij zit. Van, vanwege koloniaal verleden. of slavernijverleden? Ja, dat, dat, dat zit erbij. Een van de dingen die is, die is gebeurd. waardoor de familie ook zo rijk is geworden. dat eind 19e eeuw gingen er een heleboel Oranjes kinderloos dood, waaronder de laatste koning Willem III. Uh, dus al dat geld kwam, van al die takken kwam weer terecht bij één persoon. Dat was Wilhelmina Willem, de zeevader bijvoorbeeld, of uh, Hendrik de zeevader bijvoorbeeld, de broer van de koning, ook heel erg rijk. Het zijn allemaal mensen die geld hebben verdiend, ook in zeg maar, het schaduwgebied van het kolonialisme, waar slavernij een belangrijke rol speelde. Uh, en, en, en de WIC, daar zaten de oranje's ook in. Dat was voordat ze koningen waren. Maar goed, dat geld, dat, dat is natuurlijk hè, ook nadat ze koningen waren, werden, is dat geld van ze gebleven. Dus daar zit, daar zit inderdaad slavenijgeld. Het, het gekke was een tijdje geleden rond de, excuses, ook euh, kwam ik, zag ik dat de Tweede Kamer had al opdracht gegeven ja. naar een onderzoek daarnaar. Ja. Nou, toen was er een kop bij RTL Nieuws, misschien een beetje tendentieus... maar ze hebben een half miljard eraan verdiend. Nou, ik weet niet of die getallen kloppen. Ja, dat, dat, dat valt niet meer na te gaan. Valt dat niet is, na te nee, gaan. Nee. Maar oké, okay. toen zag je dat. Dat kreeg nauwelijks aandacht. Wat wel heel veel aandacht kreeg, is dat de koning zelf opdracht had gegeven... voor een onderzoek. <laughs> ja. ja. Toen dacht ik, hé. Hey, ja, ja, ja nou, zo gaat dat. Ja, ik, ik, Daar ik, zijn ik, we nog op aan het wachten, geloof ik. Ja, nee, goed, ik... ik ik wacht op zoveel dingen nog. Ik bedoel, er zijn zoveel van dat soort dingen die worden aangekondigd met veel applaus soms. En vervolgens hoor je de krekels. Nee. En dat is, dat is ook typisch iets dat je bij de oranje steeds weer terugziet. Ja, nou, dan gaan we het zo ook hele, even hele, over. Hele, hele goede PR hoor. Dat is echt heel erg belangrijk. En als je ergens denkt: van oh, daar schaalt een gevaar, dan, dan ga je inderdaad zeg je, van dit moeten we heel goed uitzoeken. Ja. Niet over één nacht thuis gaan. Commissie benoemen. En dan komt er uiteindelijk op de zo'n. Nog zo'n dik rapport. Waarin het, het, het schandelijke gedeelte in één alinea is weggestopt. En ergens op pagina 345. Waar nooit eens een keer. Daar komen de mensen die eens, Want het is zo'n dik rapport. En dan uh, ja, hopen dat niemand het ziet. En als wel mensen het zien. Ja, zie, openheid. Daar nou, je heel open over. Je zegt nu 345, dat is toevallig ook het uh, bedrag dat onze uh, René Swapen, een journalist van De Groene, onder andere, maar ook in mm het -hmm. bedrag van onze voorganger, heeft berekend: 345 miljoen, dat zou het Koningshuis kosten. Kosten, ja. En uh, een groot gedeelte van dat bedrag uh, was eigenlijk berekend ook op de manier zoals jij dat hebt gedaan, mm -hmm. van nou dat vermogen, hoe groot moet dat zijn en hoeveel belastingen wordt er dan wel of niet over betaald. Ja. Voordat we uh, daar naartoe gaan of dat dan klopt, moeten we misschien eerst even erover hebben uh, ja, welke belasting betaalt Koning? Eigenlijk maar eentje en dat is over zijn vermogen. Uh, heel erg lang betaalt dus helemaal niks, hè? althans geen directe belastingen. Uh, je hebt indirecte belastingen, BTW bijvoorbeeld. Hè? Je koopt een rol erop, daar zit uh, BTW over. Dus de Koning koopt ook al eens een rol erop, dan betaalt hij die belasting dus wel. Maar heel erg lang betaalt hij dus helemaal niks. Ja. Ja, om, om ook nog maar eens eentje te noemen. En op een gegeven moment is daar wel wat gedoe over gekomen. Toen is er, ik meen een jaar of vijf, zes geleden, is er gezegd, nou de koning gaat vanaf nu af aan wel belasting betalen over zijn vermogen. De vermogensrendementsheffing, die als je meer dan een, eh, nou ja, een halve ton, is tegenwoordig, als je zoveel geld hebt, dan, ga je, dan betaal je daarover, het, over het meerdere betaal je dan een belasting. Dat is een redelijk bescheiden belasting, maar die, die betaalt hij dus wel tegenwoordig. We hebben geen idee overigens hoe, hoe hoog zijn aanslag is. Nee, want um, hij betaalt dus geen inkomstenbelasting, geen uh, schenkbelasting. Successie, geen hey, erfbelasting. Ja, een hele grote is dat. Ja. Ja. Want daar, jij, ja, ik zit even naar de bedragen te kijken, want jij hebt toen ook gereageerd, die zei van, nou, het lijkt me wel wat hoog. Uh, ja, We, weet je, ook, ook in dit geval, je werkt met zoveel onbekende grootheden. Van hoe hoog is zijn vermogen dan? Het rapport stond zei... 12 miljard. Ja, nou, dat vond ik wel een beetje overdreven. Waar ben je is... zelf op uitgekomen? In 2004? Ik, ben zelf, ik ben zelf in 2004 op rond een miljard euro uitgekomen. En dat zal ondertussen zal dat wel weer wat hoger zijn. Er is ook wel weer wat afgegaan, waarschijnlijk. Uh, de Oranjes hebben, zijn eens echt gegaan met uh, Bernie Madoff, bijvoorbeeld. Dat is niet heel slim. Uh, en uh, nou ja, goed, er zijn ook wel eens een keer. Beleggingen gedaan die wat minder goed hebben gewerkt hebben, verliesje hebben opgeleverd maar in, in, in het algemeen denk ik dat je wel kunt stellen dat ze sinds die tijd alleen maar rijker zijn geworden dus als we het in een range tussen de 1 en de 3 miljard doen dan zitten we wel daar ja, moet het ja, in ik, dat, ik vind die drie nog wat hoog maar 1 ja, en 1 maar, maar zou ik ja. daar durf ik mijn hand wel voor in het vuur te steken ja. Ja. Um, ook al omdat Willem-Alexander best wel slim bezig is met geld en, veel, veel meer inkomsten heeft dan wij vermoeden. Wat, wat loop je dan eigenlijk mis aan belasting? Als je anderhalf miljard. Ja, dat is pas als er iemand overlijdt, natuurlijk. Nou ja, die successierechten. Dat ja. Is een, de erfbelasting heet dat tegenwoordig. Dat, is natuurlijk een, een, dat, dat moet een gigantisch bedrag zijn. Als jij één miljard overerft aan een ander. dan staat normaal de Nederlandse staat. 10, 20 procent. Uh, voor zoiets dergelijks staat hij wel, wel klaar. Maar bijvoorbeeld ook uh, inkomstenbelasting. Ja, want dat is het gekke natuurlijk. We zitten naar die berekeningen te kijken. Ja. Maar zelfs de officiële, dat had ik nog helemaal niet aan gedacht. Ja, die A-component 1,1, daar komt nog 4 ton bij van, uh, van maximaal 1,5 miljoen. Nou ja, doe er maar iets van. Ja. Uh, Amalia en niks betalen een, die... Een, een, derde, een, derde, een derde overheen en dan heb je de inkomstenbelasting. Ja. We hebben het gehad over, uh, over inkomen, ja. uh, uh, de, de, de kosten van het Koningshuis, ja. over het vermogen... Um, maar nu wil ik toch wel even toe naar, naar wat al die mensen dan zeggen. Van nou ja, hè, het is wel veel en zo. Maar ja. we kunnen ook gewoon een monarchie hebben die wat soberder is en wat minder kost. Kan. En ik ben eens in de archief gaan zoeken van alleen maar de afgelopen 10, 15 jaar. Uh, in de, van de Tweede Kamer. Elk jaar wordt er wel een motie Aangenomen om er iets aan te doen. Ik lees ze gewoon even op. Dan kunnen we pik eruit wat je leuk vindt. Ja. In 2011 zie ik privévluchten niet op de begroting. 91 voor. 2015. Onderzoek ongedaan maken. Belastingvrijstelling. 86 voor. 2018. Subsidie kroondomein alleen bij openstelling. 88 voor. 2020. Periodieke toetsing B-componenten. Dus die onkosten. Ja. 89 voor. 2021. Kroondomein openstellen. 91 voor. 22. Afzien. Van stijging van de toelagen. Dan krijgen ze weer half miljoen erbij. Uh, 76 voor. Belasting gaan betalen in 2022. 90 voor. Inkomstenbelasting betalen. De 2023. Uh, vorig jaar nog maar. 108 voor. Nou, ik heb hier, ik heb hier al tien moties. En steeds uh, een meerderheid in de Kamer. Hè? Meerderheid. Ik heb dus even alle ja. moties, 30 of zo, die, die niet zijn aangenomen. Ik Ja, Ik heb het gevoel dat er uiteindelijk. Dat het niet zoveel mee gebeurt, maar misschien ben ik de 90. Nee, dat gevoel, dat is helemaal juist. Nee, uh, plas, glas en uh, alles bleef zoals het was. Dat is, dat is hoe het meestal gaat. Kijk, er wordt geregeld, wordt er dan zo'n motie aangenomen dat de koning wel belasting moet gaan betalen, inkomstenbelasting. Dat heb ik, die, die is in de jaren negentig, is er ook al eens een keer over, uh, over gediscussieerd. Toen bleek er ook een meerderheid te zijn. Het kabinet zegt gewoon nee. Kijk, Koningshuis is een hoofdpijndossier. Als je premier bent, als je in de, in de politiek zit. Uh, en het is vooral heel erg gevaarlijk. Je kan op een gegeven moment als premier kun je het, het uh, over je afroepen dat mensen zeggen van: oh, dat arme koningshuis en, en die premier die is gemeen tegen ze en dat mag niet. En je krijgt te maken met allemaal mensen rond de koning die, uh, die, 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 dan, die dan voor hem opkomen. Maar waarom is en dat gevaarlijk? Gaat, je bent toch gekozen? Nou, bent ja, echt... zeker, maar het levert vooral een heleboel gedoe op. En je hebt als premier al zoveel gedoe aan je hoofd. Dus dat, je wil niet nog meer. Dus je laat, en het gaat, op de hele begroting gaat het om. Tuurlijk. Ja, het is ja, dus, dus, meer symbolisch iets. Dus, maar... het, het is zo klein dat, dat laat je. En weet je, mag me opvolgen, opvolger die mag dat doen. Dus vandaar dat al die moties die het ook ingewikkeld maken. Stel nou dat je zegt van nou, vakantievluchten van de koning die halen we uit die regeling. Dan moet je dus gaan vaststellen wat zijn vakantievluchten. Uh, dan, dan, dan krijg je daar een discussie over. Voordat je het weet, staat het hele Koningshuis ter discussie. Dat ja. mensen zeggen: Wat vloog hij tot nu toe op onze kosten? Ja, precies. Dus als maximaal op een shoppingtripje. Als ze dan ook zegt: van, Ja, maar ik heb ook even met de Koning van Spanje koffie gedronken. Voilà. Voilà. Dan, en, dan en dan heb je dus een, een, een eindeloze discussie. Uh, en uiteindelijk kan, het, kan jij dan bekend komen te staan als de, de premier die aan de stoelpoten van de Koning is gaan zitten. Toch. Uh, Kijk, er is geen meerderheid voor het afschaffen van de monarchie nu. Nee. Er is nog steeds is er, 52% is er voor... Er is wel eens geweest in het verleden overigens, maar oké. Okay. Oh? Ja. Ja, uh, god, wanneer was dat? Uh, ergens uh, in de jaren nul was er op een gegeven moment... Uh, ten tijde van de Paarse kabinetten was dat. Als je dan alle partijen die in hun programma hadden gestaan... dat ze in beginsel tegen het koningshuis waren... als je die bij elkaar optelde, dan had je een hele kleine meerderheid. Ja. Ja, we zijn er weer toch, van teruggekomen. 66, je, je D66, hebt 60 <laughs> ja, voor nodig. Dus, goed, dat is, maar, inderdaad, dat is even een ander verhaal. Is een ander onderwerp. Um, maar toch, over, over die, die, die kosten. Er is geen, nu geen meerderheid voor het nee. afschaffen van de monarchie. Tenminste niet in de peilingen. Maar in diezelfde peilingen is er een overgrote meerderheid bij de bevolking die gewoon zegt van ja, dit slaat nergens meer op. Uh -huh. Het moet minder. Er zijn, is zelfs al een meerderheid voor de koning op de balken en de norm bijvoorbeeld. Nou goed, zover gaan Kamerleden niet. Die dienen wat bescheidenere moties in. Van, ja. goh, ze is niet een miljoen uitgeven aan privévakanties. Maar de Kamer gaat erover, zou je zeggen. Ja. En toch wordt dat dan niet aangenomen. Hoe, hoe, hoe kan dat nou? Alleen maar omdat het zo moeilijk is. Maar er ja. zijn toch wel meer dingen moeilijk? Ja, maar dat gebeurt wel vaker dat de Kamer wat wil en dat kabinet zegt van... nee, dan moet je wel van hele goede huizen komen. Maar in dit geval kan een premier of kan een minister die kan denk ik heel erg goed argumenteren waarom hij of zij dat dan niet doet namelijk het, het rakelt zoveel op ja ik bedoel je hebt helemaal gelijk hè ik bedoel, geen misverstand over bestaan ik vind als de kamer vindt dat uh, de koning belasting moet betalen dan moet die belasting gaan betalen ja. overigens zul je dan zien dat de staat zijn inkomen verhoogt zodat hij netto hetzelfde overhoudt als eerder. Ja, waarom eigenlijk? Dat hoeft toch niet? Nee, maar dat gaat wel gebeuren. Stel dat dat ooit wordt aangenomen en dat het kabinet daadwerkelijk zegt van nee, hij moet belasting betalen. Nou, laten we zeggen dat hij van zijn inkomsten 4 ton belasting moet betalen, dan verhoog je het met 4 ton. En nog weer wat extra, omdat hij dan weer in een hogere schaal komt. Dat is een berekening voor fiscalisten. Maar je zal zien dat het verhoogd wordt dat hij netto weer op die 1,1 miljoen dient hij echt tien keer zoveel als andere staatshoofden in west ja. Nou ja, goed. Ja, nee, dat weet ik. Over, maar, over die premier toch even, want we hadden maar, net maar, over... Maar, maar, maar zullen we ja. eventjes beginnen met dat koningshuis, de dienstkoninklijke huis wat te verkleinen? Er zit een hele grote groep mensen bij dat dienstkoninklijk huis, die allemaal dingen doen waarvan ik denk van... In het landsbelang. Ja, er is een medewerker cadeaukamer. Ik vraag me altijd, wat doe je dan de hele dag? Dus Willem-Alexander gaat ergens heen, die krijgt dan een cadeau. Ik veel een set of uh, een, een, een vaas. Nou, een, een vaas neemt die mee. Gaat de, dan komt de medewerker cadeaukamer, die pakt al die vaas en die gaat naar de cadeaukamer, die zet die vaas ergens neer. <laughs> wat, is dat nou? ja, wat is dat nou voor beroep? Wat is Als er nog iemand zoeken. Wat, weet ik is wel, nou uh. voor, wat is dat nou voor <laughs> ja. functie? Ja, het is heel junior. Hoor. Uh, maar goed, die, 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 dat, dat, dat soort mensen staan op de loonlijst, dan denk ik medewerker cadeaukamer. Oh, die zoekt ook cadeaus uit. Stel, Willem-Alexander wie... gaat naar Spanje en dat hij dan iets meeneemt voor de koning van Spanje. Hier, dat heb je nog niet. Echte Hollandse klompen of zo. Maar He? wie gaat hier eigenlijk over? Want, want ik bedoel, jij zegt van, premier? Nou, dat vind ik raar. Dus, maar is dat echt zo dat die premier dan bedenkt... denkt, nou, dit is een goede functie en dit niet? Dat zal toch. Hoe werkt nee, maar dat maar in ook, de verhouding koning-premier? Nee, maar ook daarin gaat hij, hij, gaat, hij gaat zich daar zijn vingers niet aan branden. Want dan moet je naar Willem-Alexander, dan moet je zeggen. Weet je, die jongen die je hebt in de cadeaukamer, die moet je ontslaan. Dat doet hij niet. En omdat hij dat niet doet, groeit het. En, en het, ik bedoel, de begroting van uh, Dienst Koninklijk Huis is net met 2 miljoen naar boven bijgesteld. Hè? Kleine correctie opge, opgekomen. Dus je, 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 je ziet iets dat dat organisme vanzelf verder uitdijdt. Want er wordt geen rem opgezet. En dat kost dus iedere keer net weer even wat meer. Over de premier. We hadden het ja. net over Balkenende. Die, dus, uh, nou ja, die had, kreeg te veel hoofdpijn ervan. Dus die ging ineens uh, aan openheid werken. Ja. We hebben nu een heel lang een periode Rutte gehad. Hoe ja. Zou je zijn uh, verhouding tot Koningshuis en Financiën willen kenschetsen? Het bekende Rutte lachje. Ik kan hem heel slecht nadenken. Maar uh, Rutte lachte en had een soort. Uh, ja, de, 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 overal walste die overheen. En als dan iemand zij van, ja, maar moeten ze niet belastingen? Ja, vind ik geen goed idee. Vind ik geen goed idee. Nee, 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 nee. Nee, nee moeten we niet doen. Bro, bro. En dan was het weer afgelopen. Hij, hij, heeft, hij heeft, ja, op zijn eigen manier heeft hij ze nu en dan wel eens een heel klein beetje openheid gegeven erover. Maar over het algemeen was ook Rutte degene van niet te veel informatie naar buiten. Vooral in het begin is hij, heeft hij nog wel eens wat, wat openheid gegeven, maar zeker de laatste tien jaar in, niets naar buiten. Hier een stukje van een uh, debat van vorig jaar, wat ik wel grappig vond. Ja, dat klopt. Nou, formeel klopt het ook allemaal. Het gaat veel meer om dat morele uh, aspect hiervan. En dan vind ik het raar dat u de Kamer aanmatigend vindt op dit punt. Want ik zou zeggen, 2 miljoen erbij, waarvan 1,5 miljoen volgens mij personeelsuitgaven, point taken, maar 5 ton blijft over aan aanvullende uitkering voor de nee. familie zelf. Dat is, dat is uh, volgens mij de kern. En dan, dan is dat heel riant. En dan kan je heel goed de vraag stellen van waarom moet die familie er nou zoveel bij krijgen. Terwijl andere families er alleen maar op achteruit gaan. In een, veel mensen vinden het al een luxe positie in een paleis. En prima, daar kun je allemaal over zeggen van, dat dat heeft zijn meerwaarde. Nee, dat heb ik u uitgelegd. Dat vindt, ja, in het 20 staat voor de monarchie in het Koninklijk Huis een meerwaarde. Nou, het daar hoort u mij niet over. Maar het gaat er nu om binnen die randvoorwaarden van... Van, van het bestaan van het koninklijk huis, dat je daar dan nog eens een uitkering van vijf ton bij zet. Dat vind ik erg, erg veel too much. Ik kan voorstellen dat kiezers die uh, voor de koningin familie zijn. toch nog eens goed nadenken wat de heer Eerpans hier zegt over die koningin familie. Want dat is wel een prettige verdediging. Ik, ben het gewoon, ik vind dat echt niet goed. Uh, zeg dan ik wil een republiek of ik wil iets anders. Maar laten we dan ook met elkaar een beetje hetzelfde is Als tegenstelling: Leuk. het is een monarchie. Uh, in, een, in een democratie uh, schuurt dat. En dat werkt alleen als je ook met elkaar daar, daar, daar brede verantwoordelijkheid voor neemt. En dan vind ik het prima als partijen zeggen: we zijn eigenlijk voor de republiek. Hè? Dat is allemaal helemaal uh, het normale maatschappelijk debat. Maar dit heeft, heeft eigenlijk iets, 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 vind ik eigenlijk best ingewikkeld. En een partij die zich helemaal voor de monarchie en vervolgens interrupties maakt, die als die vanavond wordt uitgezonden bij, uh, bij, nou, hoe heet het, al die programma's? Show News en, uh, en, en Boulevard, waar dat dan over, de, over het K.H. gaat. Uh, mensen, oh, is dat zo? Zo, Daar hebben ze zo veel erbij? Nou, die ben van zet van een punt. Wat zegt hij nou eigenlijk? <laughs> dat, is toch, dat is toch leuk dat je zo lang kan praten zonder dat je iets zegt. Ja, want ik, ik, ik pik dat er ook uit, omdat het niet de usual suspect, het is niet de SP die boos nee. is. Nee, het is, nee, echt het is best Eerdmans. wel een rechtse partij ja. die zegt van, nou, zelfs voor ons gaat het nu wel wat ver. Ja, ja. En, dan, en, dan, en dan doet hij een, een valse tegenstelling door te zeggen van, nou, als je, als je het veel vindt, dan ben je dus eigenlijk tegen het Koningshuis. Waarvan Eertmans net heeft gezegd, nee, ik ben voor het Koningshuis. Ja, het is... Dit is, dit is Rutte ten voeten uit. De, de, de man, het, het vleesgeworden debat, trucje. En dat laat hij hier, laat hij dat prachtig zien. Ik las in een analyse van de NOS van een aantal jaar geleden. Uh, de koning die, uh, loopt de premier niet voor de voeten bij politieke dossiers. Daar houdt uh -huh. hij zich ver van. En de premier verdedigt de koning uh, als het gaat om financiën. En zo helpen ze elkaar. Ja, ik denk dat dat een hele goede analyse is. En ik denk dat, dat die, die twee hebben natuurlijk uh, in het huidige staatsbestel niet meer zo heel veel met elkaar te maken. Ze kunnen het elkaar vooral lastig maken. En ik denk dat zowel Rutte als Willem-Alexander dat heel kundig hebben gedaan: dat ze uit elkaars vaarwater blijven. Dus, ja, ja, want ja, die, die analyse die onderschrijf ik. De ja. koning heeft natuurlijk geen macht. Maar als hij zich ineens gaat uitspreken over allerlei thema's, kan die Rutte wel lastig nee, maken. Nee, nou, we hebben kort geleden natuurlijk Laurentien gehad, die zich bemoeide met de toeslagenaffaire. Wat. wat Pastorvak, excusez-en-mo was uh, die op, op het punt stond te gebeuren. Uh, ik denk dat die ook wel even een seintje heeft gehad vanuit het paleis: van kap hiermee. Ik weet dat je het goed bedoelt, maar laten we hiermee kappen. Dat was eventjes de oranje's die zich in dat politieke domein wagen, en dan zie je dan gaat dat gelijk mis. En dat is dat, dat moet je niet willen. Zowel als premier niet als als Willem-Alexander niet. Nee, terwijl het natuurlijk wel, je zou kunnen zeggen, het beknot de vrijheid van Laurentien, weer die zich misschien daarvoor wil inzetten. Ja. Maar ja, ja. ja, het geld gaat voor. Nou ja, ik weet niet of het geld voor gaat, maar dit, kijk, zij, zij wilde ja, iets, iets goeds doen, neem ik, neem ik aan. Uh, maar ja, je ziet dat voor oranje Oranjes is dat ingewikkeld. Um, nu hebben we natuurlijk een nieuwe premier ja. die zometeen voor het eerst uh, een, uh, nou ja, een debat gaat doen over de begroting van de koning. Ja. Wat verwacht je daarvan? Ik heb geen idee. Ik vind hem, uh, tot nu toe houdt hij zich heel erg goed staande in, nou ja, eigenlijk een onmogelijk kabinet dat er nu is. Uh, hij houdt zich goed staande, dus ik ben benieuwd hoe hij dit gaat doen. Ik ben benieuwd of hij als voormalig hoofd van de AIVD misschien ook wel het een en ander weet over het Koningshuis. Ik heb die man de het idee, die weet ik over mensen. Die kan hij dan misschien even uit zijn binnenzak halen op het moment dat hij het moeilijk heeft. Maar misschien weet hij ook al wat over het Koningshuis. Geen idee, voor hetzelfde geld niet hoor. Maar uh, Nee, hij zal, uh, denk ik, zoals alle premiers, zo snel mogelijk achter de rug willen hebben, dat gedoe over het Koningshuis. En als er dan vragen worden gesteld, dan krijg je nou ja, wat we net zagen met de Eertmans, Kleitje en, en het Riet. Heeft het nog wel nut eigenlijk? Stel je voor, je bent nu een Kamerlid en je wilt oprecht uh, werken aan die transparantie. Ja. Heeft, heeft het nog wel nut om een vraag te stellen? En wat voor vraag zou dat dan moeten zijn? Nou ja, uh, nee, nee, is eigenlijk het antwoord als je kijkt naar wat er de afgelopen uh, 10, 20 jaar is gebeurd. Je, je, je hebt het zelf laten zien: de Kamer die stelt vragen. De Kamer komt met moties, neemt die aan en die is, worden vervolgens niet uitgevoerd. Dus uh, nee, uh, het is alleen. Voor jou persoonlijk, als Kamerlid, kan het even een moment zijn dat je laat zien: van kijk, ik ben kritisch. Ja, want en dat heeft natuurlijk wel effect op de publieke opinie. Als zeker. er uh, gewoon gevraagd wordt naar hele logische dingen. Van wat zeker. Kost het nou eigenlijk, ja. waar gaan die onkosten ja. naartoe? Ja, zeker. En, wat uh, is het grootste pijnpunt op dit moment, vind je? Waar, waar, zou, waar zou nou eens. Ja, naar toch, toch, wel, gevraagd dat, toch, worden? toch wel dat vliegen, want dat is wel een hele merkwaardige, hele ruime regeling. Dat als hij naar zijn vakantiehuis in Griekenland gaat, dat wij dat zien als in het landsbelang en er dus de rekening voor betalen. Dan komt hij vervolgens even terug voor uh, wat uh, eerst voor 15, uh, uh, 15 augustus, uh, dus in, in die herdenking. Dat betalen we ook, daarvan zeg ik van oké, okay, in die herdenking, landsbelang. Maar dan vliegt hij ook weer terug naar Griekenland, want hij is er wel geteld, uh, minder dan twaalf uur geweest uh, op Nederlandse bodem. Vliegt weer terug naar Griekenland en vliegt dan een paar dagen later weer naar Nederland. Voor de Olympische sporters. Om die te huldigen vliegt dan weer terug. Kortom, er wordt heel veel gevlogen op, uh, op onze kosten. Um, en, ja, ik, 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 ik denk dan van. Betaal dat in ieder geval zelf. Ik, het valt me ook tegen van Willem-Alexander dat hij dat niet zelf opbrengt. Dat hij niet zegt van nee. Vakantie betaal ik ja, Ik zag een berekening ergens, 13 vakanties per jaar. Ik weet niet of dat klopt. Maar... Nou ja, zijn bijnaam is uh, de vakantiekoning geworden. Hè? Hij is net uh, acht weken geweest in Griekenland. We hebben acht weken waren we even geen koninkrijk. Want, uh, ja. Ik wil toch even naar, uh, tot slot... want we hebben nu uh, kosten, vermogen, belastingen uh, gehad. Ik wil ook even naar de tegenwerpingen. Want, ja. zoals je net terecht al aangaf... Ja, het kost nou eenmaal geld, uh, uh, paleizen en zo... en die functie uitoefenen. Uh, mensen zeggen vaak... Ja, een president is ook duur, dus wat maakt het uit? Ja. Weet jij wie de president van Zwitserland is? Dat wisselt. Ja. Want het is een. Uh, de de meest... ministerraad wisselt ja, dat. De, ja. de, de, me, de meeste Zwitsers weten het ook niet. Ja. Daar is de voorzitter de, van de, 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 de Bondsraad, zo heet dat. Zeg maar het Zwitserse kabinet, die is tegelijkertijd uh, ook uh, ja, staatshoofd. En dat wisselt eens, uh, eens per jaar. En dan is iedere keer iemand uit een van de andere Zwitserlanden. Het is, is het iets minder goed vergelijkbaar. Stel je voor, je neemt nee, ook die... een ceremonieel iemand. Oh, zoals we... Duitsland of Ierland. Nou, laten, we, laten we Oostenrijk nemen. Ja. Heeft ook een president. Puur ceremoniële functie. Het kost nog geen miljoen per jaar. Zoek maar op. Kijk maar in de Oostenrijkse pers wat erover wordt geschreven. Ja, nou, dan zou je natuurlijk nog kunnen zeggen... want ik heb hier het voorbeeld van Ierland. Uh, kun je ook zien... Er zijn ook kosten voor uh, paleizen bijvoorbeeld. Uh, hij heeft uh, vliegen. Vliegreizen staan er ook bij. Dat zijn 16 vliegreizen, maar niet privé. Ja. <laughs> en dan komt het in totaal op, nou, nog niet de helft uh, uit ja. van, van Nederland. Nee, je, je kan het zo duur en zo goedkoop maken ja. als je zelf wil. Zwitserse uh, voorbeeld geeft aan dat kost geloof ik nog geen ton. Dat is één uh, secretaresse of secretaris die, die je moet inhuren om. Die persoon uh, te ondersteunen bij, bij de taken als staatshoofd. Maar zijn er in West-Europa voorbeelden van uh, presidenten met ook zo'n ceremoniële functie, die ook zoveel kosten als ons Koningshuis? Oeh, ik, ik denk het eigenlijk niet. Kijk, je hebt hele dure presidenten. Ja, Frankrijk, maar die maar hebben, die hebben een, een, heel, rol. een heel andere functie. Iedereen die hangt het altijd gelijk op aan Frankrijk of aan Amerika, waar het inderdaad heel veel geld kost. Maar dat zijn totaal andere landen met totaal andere. Als ik nou even noem Duitsland, puur, Finland, Ierland, Ierland, IJsland, Zwitserland. Puur, Oostenrijk. puur ceremonieel zou je een. Ik bedoel, je kan uh, de, de, de vicevoorzitter, in dat geval de voorzitter van de Raad van State, staatshoofd maken. Behalve een president kost ook geld, heb je een, een nog veel uh, vaker gehoorde tegenwerping. Ja. Ze leveren zoveel op. Ja. De, en het meest wordt daarbij genoemd. Uh, een, 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 Onderzoekje uit 2007 of 2008 uh -huh. van uh, professor Van Dalen. Die berekende dat het Koningshuis ons 1% van het Bruto Nationaal Product zou opleveren. Ja. En dat was destijds 4 of 5 miljard. Ja, mag ik de bonnetjes even zien? Is mijn vraag. Nee, als je, het, als je het leest, ook dat onderzoek, en ik heb dat uitgebreid gelezen. Het... Ja, ik, ik, ik mag van dalen over Schrager. Ik vind het ook wel een slimme, erudite, leuke Staat man. Staat hij er nog steeds achter? Weet je? Ik, uh, ik meen me iets te herinneren dat hij er uiteindelijk ook een beetje spijt van heeft gehad. Want het gekke is, het kwam helemaal niet in het nieuws, dat onderzoek. Maar nee. drie jaar later was ineens de Volkskrant, opende ermee. Want iemand anders had er een persbericht van gemaakt. Ja, nou, er is op een gegeven moment een verzekerings... Een, een, dan moet ik het goed zeggen: een, een, een soort club van verzekeringstussenpersonen. Die hadden dan een blaadje. En die hebben op een gegeven moment een stukje daarin geschreven. Waarin in, een meneer die er verder geen verstand van heeft. ook ineens met zo'n soort miljardenbedrag aankwam. En allerlei uitzendingen en, en, en interviews die ik sindsdien heb gedaan. Het, hè, zoals, zoals dit. Kwamen mensen altijd met dat onderzoek op de proppen. Alsof een of andere club van verzekeringstussenpersonen weet hoe het zit met de inkomsten die we hebben door het Koningshuis. En ik heb die man ook wel eens gesproken die dat onderzoek toen heeft gedaan. Die zei: Ja, ja, goed, ik ging uit van dit en ik ging uit van dat. En ik dacht dat dat wel een aardig bedrag was. Niets van dat alles. Er zijn overigens door academische instellingen, zijn daar de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Nijmegen, die hebben er echt onderzoek naar gedaan. De Universiteit van Utrecht ook, meen ik. Ja, nou de linkjes zullen we in de beschrijving van deze en video En je, je weet wat uh, daaruit komt hè? uit die uh, onderzoeken. Nou, wat komt eruit? Nul. Ja, het is, het is volgens mij het, het lastige aan het verhaal. Is, je kan, het is niet je, te bewijzen, je, je, tegendeels ook niet te bewijzen. Nee, je, je, kan, je kan het heel moeilijk bewijzen. Maar goed, laten we eventjes een, een situatie nemen. De koning gaat op uh, staatsbezoek in, uh, laten we eens wat nemen, in uh, Zuid-Afrika. Komt daar alle ega's daar gaat dan altijd zo'n groep met, uh, met mensen mee, die, hè, zakenmensen en, en mensen uit de politiek. Dus er worden daaromheen allerlei bijeenkomsten georganiseerd. Handjes schudden, een glaasje drinken. En dan wordt er ook zo nu en dan wel eens een keer een contract ondertekend. En dan denkt iedereen van, oh kijk, dat heeft de koning voor elkaar gekregen, dat contract. Ik heb ik werk ook wel eens voor het Financiële Dagblad. Ik heb wel eens een keer die mensen nagebeld na zo'n na zo staatsbezoek. En dan zei ik van, hoe ging dat? Toen zei ze van, oh... Dat contract dat was al lang ondertekend. Dat hebben we al anderhalf jaar geleden getekend. Dit was nog een keer een extra bevestiging. Ja, dat contract we hebben we getekend, dat gaan we echt uitvoeren. Dus een soort tekenmomentje, is puur PR. Dus er zit, er, er zit niet een één op een relatie tussen dat tekenen van dat contract en, uh, en het bezoek van de koning. Dat is meestal een soort aanleiding. Bovendien, stel dat jij een aannemer bent in Zuid-Afrika en je zet daar een wolkenkrabber neer. Er moet een lift in komen. En je hebt uh, vier aanbieders van liften. Uit Zweden, uit Amerika, uit Nederland en uit, uh, weet ik veel, uit Australië. Ja, Ga jij dan die Nederlandse lift kopen, omdat je bent uitgenodigd bij dat staatsbezoek, dat de koning komt en je schudt handen met de koning? Ga je dan die Nederlandse liften kopen? Ik zou denken, je koopt de beste liften voor de beste ja. prijs. Het gek is trouwens ook nog aan dat onderzoek van Van Dalen, want ik heb het ook gelezen dat. Australië zou die monarchiebonus ook hebben. Ja. Die Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, die zitten bij de monarchieën. Ja. Alleen, die hebben de Britse koning, ja. maar die, of de koningin daarvoor, maar die zijn nog nooit mee geweest op handelsmissie nee, wat, voor de, dat land. De, de, en toch hebben ze die bonus. Uh, huh? Ja, nee, het is, het, draai het eens om. De Thaise koning komt hier op bezoek. Denk je dat er nou Nederlandse bedrijven zijn die zeggen, oh, de Thaise koning, oh, wat een geweldige man. Weet je, wij gaan iets in Thailand bestellen. Zo, zo, werkt, zo werkt dat nou eenmaal niet. Hey, uh, ik, we kunnen volgens mij nog, oh, nog uren, uren, <laughs> ja, uren doorpraten. Ja. Maar uh, ik, ik, ja. ik denk dat ik, en ik hou me hier al een tijdje mee bezig, heb al een heleboel geleerd. En ik denk, mensen die kijken, die vinden dit ook heel leuk. Ja. Uh, veel meegekregen, dus dank daarvoor. Um, dankjewel ook voor het kijken naar deze uh, video van, uh, van Republiek. Uh, abonneer je zeker op ons kanaal voor meer van dit soort video's. En uh, we zien je graag volgende keer terug.